Vandaag herdenken we dat 68 jaar geleden het keizerrijk Japan zich overgaf aan de geallieerden. Op die 15 augustus kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Die dag leek alles voorbij. Niets was natuurlijk minder waar, want de gevolgen van de oorlog in Nederlands-Indië zijn zelfs 68 jaar later onder de overlevenden en nabestaanden nog dagelijks te merken. Alleen zijn er maar weinig mensen die daar openhartig over vertellen. De Indische mensen waren niet zo extravert en die wilden er niet zo over vertellen. Die wilden die tweede generatie daar niet mee belasten. Karel Bansen werd pas na de oorlog geboren, maar zijn familie zat een tijd lang in een Jappenkamp. Zijn oma vertelde hem wel over het verblijf in het kamp, maar nooit hoe het er echt aan toe ging. Het waren de spannende verhalen over een soort vakantieoord. Waar spelletjes gedaan werden, veel werd gelachen, mensen elkaar hielpen. Zoals oma het vertelde, wilde je haast dat jij bij geweest was. Toen ik jaar of 12, 13 was, toen begon ik daar meer over te lezen. Toen begreep ik van mijn vader ook dat er andere dingen gebeurd zijn dan die er allemaal verteld werden. Dus toen ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. Ja, dan kom je heel schrijnende verhalen tegen. De herdenking van de Japanse capitulatie wordt georganiseerd door Stichting Herdenking 15 augustus. Juist om wel bij deze verhalen stil te staan. En om de jongere generaties te informeren over de oorlog in Nederlands-Indië, waarover zo weinig bekend is. Dat wordt wel steeds lastiger, want de overlevenden zijn al op hoge leeftijd. We proberen nu ook contacten te leggen, omdat de laatste de Mohikanen, om met de organisatie World Child, want we zijn toch ook oorlogskind nog, die nu nog leven, om daar misschien wat connecties mee te doen, om te zorgen dat ons werk ergens een plekje gaat krijgen. Ik hoop ook dat volgend jaar hier oma's en opa's staan die hun kleinkinderen meenemen, om het op die manier door te geven.